Hallo gamers, vandaag stellen we de Turtle Beach headset Air Force Stealth 500P voor. Wat gaan we doen? We gaan eens kijken wat er in de doos zit. Als we dit hier open doen, dan zien we het Turtle Beach logo en een mooie zwarte doos. Wanneer we dan even binnenin kijken, dan zien we dat we beschikken over een doosje met kabels. We gaan eens kijken wat voor kabels er allemaal in zitten. Net zoals bij de Air Force Stealth 400, een mobile cable. Dus deze dient om je mobiele apparaten te verbinden met de headset. Natuurlijk de micro-USB-verbinding om hem op te laten. En dan zien we ook weer, zoals de vorige keer, de digital optical cable die we moeten aansluiten aan de PS4. Wat zien we nog? De microfoon die we moeten verbinden met de headset. En dan zien we ook nog een doosje met literatuur. Wat zit er allemaal in dit doosje? Hier staan vooral de Quickstart handleiding. Wat je moet doen als je problemen ondervindt met de headset. En ook een telefoonnummer. De Turtle Beach sticker. En het garantiebewijsje. Wanneer we dan de eerste laag van plastic verwijderen, dan zien we onze headset. De headset is regelbaar voor hier aan de zijkant met uitschuifbare regelaars. De oren zelf zijn ook bewegelijk. Ze zijn van een andere kwaliteit dan de 400. De 400 had namelijk stoffen behuizing. En deze zijn eerder plasticachtig. Leren zou ik niet durven zeggen, maar ook plastic. We zien hier de mute-knop om je eigen spraak te dempen. Hier de in- of uithang van de dubbele jack-kabel. Hier de volumeregelaar voor het geluid. We zien ook de knop voor de presets en we zien de audioknop voor de chat. En langs deze kant zien we natuurlijk ook de verbinding voor de microfoon. Wat zit er nog bij? Niet meer dan dit. De USB-dongle die we moeten in de PS4 steken, zodat hij verbinding maakt met onze draadloze headset. We gaan deze headset uitgebreid testen en binnenkort kunnen jullie de review nalezen op www.playstationclan.be. Tot dan.